Deze video gaat over formules opstellen bij gegeven termen. In deze video ga ik laten zien hoe je een formule van een rij kunt opstellen als twee termen gegeven zijn. En ik ga het uitleggen aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier naast me staan. Van een rij UN is gegeven U2 is 1800 en U5 is 14400. En de opdracht bij A is stel de directe formule van UN op voor het geval UN een meetkundige rij is. Dus we hebben een meetkundige rij en we weten twee termen en we moeten de directe formule gaan opstellen. Nou, als je een directe formule wil opstellen, dan moet je even terugdenken aan de theorie. En in de theorie hebben we geleerd dat er bij een meetkundige rij twee soorten directe formules zijn. De ene soort hoort bij beginterm u 0, en de andere soort hoort bij beginterm U1. Dus de eerste vraag is: welke beginterm hebben we hier en welke formule moeten we dus kiezen? Nou, je kunt dus kiezen uit u0 en u1. En welke beginterm je hebt, hangt helemaal af van het verhaaltje. En als je naar dit verhaaltje kijkt, dan zie je dat nergens staat aangegeven welke beginterm we hebben. We kunnen het ook niet uit het verhaaltje halen, want ja, dit is niet echt een verhaaltje. En dus weten we eigenlijk niet wat de beginterm is. Nou, als het helemaal onduidelijk is wat de beginterm is, dan mag je ervan uitgaan dat de beginterm u0 is. Dus hier is niet duidelijk wat de beginterm moet zijn, en dus kiezen we voor een beginterm u0. Nou, we gaan dan de directe formule opstellen en in de theorie hebben we geleerd dat een directe formule van de meetkundige rij met beginterm u0 gelijk is aan un is u0 keer r tot de macht n. Die formule moeten we opstellen en die gaan we als eerste even noteren. Dan krijg je dus dit. Je zegt de formule is un is u0 keer r tot de macht n. Nou, dit is dus de formule die we moeten opstellen en als je deze formule wil opstellen dan heb je twee dingen nodig. En dat zijn de waarde van r en de waarde van u0. Nou, we gaan eerst even de waarde van r berekenen. En r is de factor waarmee de hele tijd wordt vermenigvuldigd. Dus eigenlijk is de vraag, met welke factor gaan we vermenigvuldigen bij deze rij? Nou, daarvoor gaan we gebruik maken van deze twee termen. En wat zie je? We hebben u2 en we hebben u5. Nou, tussen 2 en 5 zit in totaal 3. Dus eigenlijk zetten we drie stappen. En in die drie stappen gaan we van 1800 naar 14400. Als we drie keer een stapje van r gaan zetten, dan hebben we in totaal dus r tot de macht 3. Dat gaan we even noteren. Dus we hebben hier r tot de macht 3. Nou, we hebben dus r tot de macht 3. En bij r tot de macht 3 gaat onze term van 1800 naar 14400. En de vraag is, welke factor hoort daarbij? Nou, als je wil weten. Met welk getal hier wordt vermenigvuldigd, dan moet je die getallen natuurlijk door elkaar delen. Je doet altijd rechts gedeeld door links, dus we doen 14.400 gedeeld door 1800. En dan krijg je dit. Die r tot de derde is 14.400 gedeeld door 1800 en daaruit komt 8. Maar je ziet, als je de termen door elkaar deelt, kom je uit op 8. Het zijn drie stappen in totaal, van 2 naar 5. En dus is r tot de macht 3 gelijk aan 8. Nou, nu willen we weten, wat is de waarde van r? We moeten dus eigenlijk terugrekenen naar één stapje. Nou, je wil eigenlijk die derde macht hier weghalen. En een derde macht kun je op twee manieren weghalen. Je kunt zeggen, ik neem de derde machtswortel van 8. Maar je kan ook zeggen, ik doe 8 tot de macht 1 derde. Je mag zelf weten wat je doet. Het geeft allebei dezelfde waarde van r. Dan krijg je dus dit. Voor de r doe je dan... Bijvoorbeeld de derde machtswortel van 8 en de uitkomst daarvan is 2. Nou, nu hebben we de waarde van R gevonden en weten we al een heel stuk van de formule. En dat stuk gaan we even opschrijven. Dus we weten nu de formule is un is u0 keer 2 tot de macht n. Nou, nu gaan we de waarde van u0 berekenen, want als dat gelukt is dan zijn we klaar en hebben we het antwoord gevonden. Nou, die u0 die kun je vinden door één van de twee termen in te vullen. En je mag zelf weten welke term dat is. Ik kies ervoor om u2 is 1800 in te vullen. Dus dan gaan we dat even opschrijven en dan zeggen we u2 is 1800. En dat geeft het volgende. Nou, als u2 1800 is, dan is de uitkomst 1800 en het nummertje de n is dan 2. Dus dan hebben we 1800 is u0 keer 2 tot de macht 2. Nou, 2 tot de macht 2 is gelijk aan 4. Dus dan krijgen we 1800 is u0 keer 4. En nu kunnen we de waarde van u0 berekenen. We hebben hier namelijk een vergelijking. En bij die vergelijking moet de 4 weg. En die kun je weghalen door beide kanten te delen door 4. We doen dus 1800 gedeeld door 4. En daaruit komt 450. Dus dan krijg je dit. We hebben nu u0 gevonden. Voor u0 doen we dus 1800 gedeeld door 4. En de uitkomst daarvan is 450. Nou, nu weten we u0, die u0 gaan we hierbovenaan invullen en dan hebben we het antwoord gevonden. Nu komt dus de conclusie. Dus we zeggen dus en dan hebben we de directe formule un is 450 keer 2 tot de macht n. En dan hebben we het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? En je begint dus met wat is de beginterm en als het niet duidelijk wordt in het verhaaltje dan is de beginterm altijd u0. Je moet dan even terugdenken aan de theorie. En dan moet je bedenken, we moeten een formule van deze vorm opstellen. Dan bereken je de r. Nou, we gaan van term 2 naar 5. Daar zit 3 tussen, dus het is r tot de macht 3. En als je r tot de macht 3 hebt en die is 8, dan kun je de gewone r berekenen met de derde machtswortel of met 8 tot de macht 1 der. Dan weet je de r die is 2. En als je dan de waarde van u0 wil weten, dan moet je één van de twee termen invullen. Nou, ik vul even in u2. De n is 2 en de uitkomst is 1800. Dan krijg je een vergelijking, die los je op en dan vind je de waarde van U0. Dan heb je de formule opgesteld en dan heb je het antwoord gevonden. Oké, okay, het laatste voorbeeld, vraag B. We hebben weer dezelfde gegevens, maar we hebben ook wat extra informatie. Want bij B staat, verder is gegeven dat U7 gelijk is aan 46.656. En de opdracht is, laat zien dat UN geen meetkundige rij is. Deze vraag verwijst naar de vorige vraag. En daar hadden we de formule van un opgesteld. Die formule zie je hier staan en die is dus un is 450 keer 2 tot de macht n. En we moeten nu met de hulp van deze extra informatie laten zien dat un toch geen meetkundige rij is. Hoe kun je dat doen? Nou hier staat u7 is 46.656. En eigenlijk moeten we gewoon laten zien dat als we u7 met deze formule berekenen, dat we uitkomen op een ander antwoord. Want als hier een ander antwoord uitkomt dan het getal dat daar staat, dan zijn ze niet gelijk en is u n geen meetkundige rij. Dus wat gaan we doen? Nou, voor U7 geldt N is 7. Dus we gaan voor de N 7 invullen in deze formule. En dat gaan we even netjes noteren. Dus dan krijg je dit. Dan zeg je N is 7. Geeft. Nou, U 7 is 450 keer 2 tot de macht 7. Als de n7 is, dan krijg je deze berekening en dit moet je even uitrekenen met de rekenmachine. En je komt dan uit op 57.600. Dus dit is gelijk aan 57.600. Nou, zoals je ziet, is het antwoord dat hier uitkomt niet gelijk aan hetgene dat hier staat. En dat is belangrijk, want dat laat zien dat we niet te maken hebben met een meetkundige rij. Dat gaan we dus even noteren. Dus dan zeggen we dit antwoord. Dus 57.600 is niet gelijk aan 46.656. Het is niet aan elkaar gelijk en dus conclusie: UN is geen meetkundige rij. Dus nu komt de conclusie. Dus hieruit volgt: UN is geen meetkundige rij. En nu hebben we dit netjes aangetoond. Dus wat hebben we gezien? Nou, we hadden dus al de formule van opdracht A en we gingen nu kijken wat is de uitkomst bij u7. Je gaat dan voor de n7 invullen en dan kom je hierop uit. En dan blijkt dat is niet hetzelfde als wat hier staat en dan weten we u -N is geen meetkundige rij. En dan heb je dit netjes aangetoond. En op deze manier kun je dus een formule opstellen als termen gegeven zijn. Vond je dit nu een handige video? Abonneer dan even op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je graag snel weer terug. Bij de volgende video van Matt With Menno.